Jomanda is er zelf niet bij. Het proces in Amsterdam tegen haar en twee andere alternatieve genezers die Sylvia Millekam onder behandeling hadden. Millekam overleed aan behandelbare kanker en de drie worden daarvoor verantwoordelijk gehouden. Jomanda ontkent dat ze Millekam heeft weggehouden bij reguliere artsen. Maar Ronald ter Heegde, voormalig assistent van Jomanda, zegt dat Jomanda de waarheid verdraait. Ter Heegde was Jomanda's assistent in die tijd dat Jomanda Millekam terzijde stond. Het is deze man, Ronald ter Heegde, voormalig persoonlijk assistent van medium Jomanda en de laatste jaren haar woordvoerder, die vandaag zijn verhaal wil doen. Hij wordt ertoe gedreven omdat Jomanda in de zaak Sylvia Millekam volgens hem volhardend onwaarheden vertelt, zoals afgelopen vrijdag. De arts eiste chemo. En dat wilde ze dus gewoon niet, hoe dan ook. Er heeft niemand iets mee te maken. Enkel Sylvia wilde dat niet, dus... Sylvia Millekam was voor haar dood een gevierde televisiepersoonlijkheid. Jomanda had wat met bekende Nederlanders. George Baker, Bonnie Sinclair, Wieteke van Dort, ze kwamen allemaal bij haar langs. Ook Jack Spijkerman ontving ze. Hij reikte haar de irritatietrofee De Gouden Nachtspiegel uit, nog op het toppunt van zijn populariteit, voordat het met hem persoonlijk en professioneel bij 10, later Talpa, minder ging. Getal 10, gebeurt het? Ja, ik heb het gehoord. Ga ik dood dan ook of zo? Alleen al die uitspraak van... Nee, maar dat wil ik weten. Die angst voor jezelf. Sylvia Millekam ging ook bij Jomanda ten rade. Dit zegt Jomanda er afgelopen vrijdag over. En ze vroeg aan mij, goh, wil jij eens kijken? Want men zegt dat ik kanker heb. Ik zei, nou, ik zal eens kijken. Dus mijn hand gaat op een hele andere plaats trillen dan waar het knobbeltje zit. En toen vroeg ik aan haar, wat zit hier? Toen zegt ze siliconen. Ik zeg, oh. Dus dan zeg ik, oké, die moeten eruit. Want, nogmaals, ik kan geen doktertje spelen. Ik heb helemaal geen verstand van die ziektes. Maar de oorzaak is voor mij belangrijk en dan moeten we dus naar de arts die daar verstand van heeft. Daar moeten we dus naartoe gegaan worden. Na de dood van Millekam bleef Jomanda als medium met Sylvia Millekam in contact. En deed ze daar kont van. Op dit moment, dat moet ik even zeggen, Sylvia staat achter jou en doet tegen mij. Zo, dus ik. Als iemand naar je toe komt nee, en die zegt, ja, okay, ik heb pijn nee, in mijn rug. Ik moet even lachen, want nee, omdat Sylvia achter jou staat. En wat doet ze nu verder dan? Opnieuw, het is volharden in volgens hem onwaarheden die Ronald ter Heegde vanavond tot praten noopt. Gisteren verscheen Jomanda niet op de eerste zittingsdag in het proces tegen haar en twee anderen. Vandaag verschijnt er in haar zaak een tot nu toe onbekende getuige. En bij ons, Ronald ter Heegde, welkom. Hoe lang geleden heeft u Jomanda leren kennen? Ruim 30 jaar geleden. En wat was u in haar leven? Wat deed u voor haar? Wij zijn begonnen als... zij had een dansschool in Deventer, daar kwam ik op les. En van lieverlede is dat een vriendschap geworden en samenwerking. En ik heb eigenlijk haar hele ontwikkeling als paranormaal genezeres meegekregen in de loop der jaren. En geloofde u daarin? Geloofde u dat ze krachten had die niemand kan begrijpen? Ja, daar geloof ik nog steeds in. Ja. Ja? Ja. Dan is het interessant om na te gaan wanneer uw geloof in ieder geval in twijfel raakte als het gaat om de zaak Sylvia Millekam. Laten we het daarover hebben. Sylvia Millekam, heeft u haar ontmoet? Heeft u gezien hoe die samenwerking tot stand kwam, de vertrouwensband? Ja, ik heb haar zeker een aantal keren ontmoet. Bij de bijeenkomsten in Tiel was zij regelmatig aanwezig. Heb ik ook wel met haar gesproken, alleen op een oppervlakkige manier. Zij heeft tegen mij dus nooit geuit dat ze ziek was. Dat niet. Hoe won Jomanda het vertrouwen van Sylvia Millekam? Daar was ze heel makkelijk in. Ze kon heel makkelijk het vertrouwen van mensen winnen, en nog steeds. En zij kan heel goed een verhaal brengen en ze kan heel goed mensen zo aan zich weten te binden dat ze vertrouwen in haar hebben. Maar ze vertelde Sylvia Millekam ook zaken die zij uit je naam haalt, of waar dan ook vandaan haalde. Zoals zij dat noemt, ja. Ja. Hoe kwam ze aan die informatie volgens u? Wat is uw wetenschap hierover? In eerste instantie, zoals zij zegt, gaat ze kijken waar de oorzaak vandaan komt. En dan komt zij op een plek uit die misschien helemaal niets met de klacht te maken heeft. Zoals je man op het filmpje ook uitlegt. Maar op een gegeven moment gaat zij verder zoeken. En als ze er niet meer uitkomt, gaat ze informatie bij anderen halen. En dat, ik denk dat ze daar de fout in is gegaan bij Sylvia. Hoe gebeurde dat dan in de zaak van Sylvia Millekam? Nou, door telefoontjes met de visagisten van Sylvia Millekam. En door een onschuldig praatje te maken, kreeg ze toch een aantal informaties los. Waardoor ze Sylvia kon doorgeven van ik heb dit of dat doorgekregen. En klopt dat? Dus ze zocht een bron in de omgeving van Sylvia Millekam. In dit geval haar visagisten. Daar kreeg ze informatie van en dat werd gebruikt.
Ja, zo kun je het wel zeggen. Ja, dat zijn, wat u beschrijft, dat zijn de trucs van een oplichter natuurlijk. Daar lijkt het wel op, ja. Maar had u toen al die overtuiging of is dat gegroeid in de loop der jaren? Dat is gegroeid in de loop der jaren, ja. Dat het niet klopte wat er gebeurde? Klopt, ja. U zat ook net tijdens een fragmentje, zat u hoofdschuddend toe te kijken. Het fragment uit BMW. Ja. Waar ze zegt van tegen de presentatrice Inge Diekman, zij staat nu achter je. Waarom moet u daarom lachen? De manier waarop zij probeert de presentatrice de mond te snoeren, omdat ze op dat moment een boodschap van boven doorkrijgt. Ja. Laten we zo praten over wanneer u echt van uw geloof bent gevallen en waarom u een conflict met haar heeft gekregen, want dat is gebeurd. Maar eerst even deze zaak voor de rechtbank. Ja. Die draait erom. Sylvia Millekamp die had kanker. En de vraag is nu, vlak voor na haar dood, was Jomanda daarover kristalhelder? Toen zei ze, ik heb haar dat altijd gezegd. En later was het omgekeerd. Laten we even kijken naar twee fragmenten. Ja. Ik blijf toch het woord kanker bestrijden, absoluut. Ik heb toch nu ook al bepaalde dingen mogen weten vanuit de andere wereld, dat het toch iets anders was. En het kan er allemaal op lijken, maar in feite maakt het ook niet meer uit. Maar de weg die zij gegaan heeft, is de juiste weg voor haar ziel geweest, absoluut. Hebt u tegen haar gezegd, volgens mij is dit geen kanker? Ja. En hoe reageerde ze daarop? Heel positief, haar eigen gevoel was dat ook. U was vriendinnen, dus dan heeft u zich ook zorgen gemaakt over haar gezondheid. Natuurlijk, daarom wilde ik ook maar steeds van, Sil, ga nu naar een arts. Dat is ook al lang verklaard ook in de getuigenbank. Dus ook mensen die dat ook weten. Dus dat is heel belangrijk. En daar ben ik dus gewoon altijd op door blijven hameren. Ja, Ronald ter Heek, de oud-medewerker van Jomanda. Dus het eerste verhaal in 2001 was, ze vertelde Sylvia Millekamp, je hebt geen kanker. En later, in een interview vorige week uitgezonden, herhaalt ze niet meer die woorden, maar ze wijzigt haar verhaal. Wat heeft u daarvan meegekregen? Op dat moment dat ze dat tegen Sylvia heeft gezegd, heb ik er eigenlijk weinig van meegekregen, want daar was ik niet bij. Dus die woorden kan ik ook niet bevestigen of ontkennen. Maar in de loop der jaren heeft ze wel verschillende dingen daarover verteld, over hoe dat allemaal is gelopen. Heeft ze ooit gezegd, ga naar een dokter tegen Sylvia Millekamp? Ze heeft ze wel naar artsen doorverwezen, maar niet naar ziekenhuizen. Ja. Laten we proberen te achterhalen waarom u hier nu zit. Want u vertelt voor het eerst over iemand met wie u een lange relatie heeft gehad. In woorden die niet prettig zijn voor haar, zeker niet in het kader van die rechtszaak. U heeft een conflict gekregen. Zit u hier uit rancune tegen Jomanda? Absoluut niet. Absoluut niet. Nee. Dat heb ik ook heel duidelijk gemaakt. Dat is niet mijn bedoeling. Maar mijn drijfveer is, zij heeft een uitspraak gedaan over Koninginnedag. Dat ze 2 weken van tevoren daar al een berichtje van door had gekregen. En dat heeft mij gewoon doen besluiten om toch naar buiten te treden. Want ik vind, als jij een boodschap van boven doorkrijgt, die dan zo'n impact kan hebben, dan moet je dat naar buiten brengen. Al had ze maar gezegd van, luister, dit heb ik doorgekregen, doe ermee wat jullie willen, maar ik moet het vertellen. Maar zij komt nu achteraf. Mm-hmm. En niemand kan het bewijzen. Onzin? Dat weet ik niet. Dat zal ik ook niet zeggen. Ik weet niet of het waar is of niet, maar ik vind het wel typisch dat ze het niet op het moment dat ze doorkreeg heeft gezegd. Maar waarom zit hij hier nu in deze zaak? Want wilt u mensen waarschuwen? Of? Ja. Wat is dan de bedoeling van uw uitspraak? Ik wil de mensen de ogen openen dat ze niet klakkeloos moeten geloven wat zij zegt. Want daar heb ik heel veel voorbeelden van gezien, dat mensen daar bijna geestelijk aan onderdoor gaan. Aan de informatie die zij hen geeft en daar verder niets meer mee doet. Maar bedoelt u te zeggen dat er veel meer voorbeelden zijn van de zaak Sylvia Millekamp? Dat er meer mensen hun vertrouwen in haar gesteld hebben op basis van informatie die helemaal niet klopt? Niet zo sterk als Sylvia Millekamp, niet zo heftig. Maar er zijn heel veel voorbeelden waar mensen dus door haar toedoen, door haar uitspraken, haar boodschappen die ze doorkrijgt, hun hele leven hebben omgegooid. En daardoor eigenlijk helemaal aan de grond zijn geraakt. Wanneer en waarom bent u met haar gebrouilleerd geraakt? Dat is eigenlijk begonnen na de dood van haar vriend. Die is toen verongelukt, op weg op vakantie. En kort daarna is het eigenlijk al bergafwaarts gegaan. En wanneer was dat? 2004 is dat geweest. Ja. En wie heeft besloten dat u twee niets meer met elkaar dat te maken moesten? Dat kwam van Jomanda uit. Waarom? Zij zat in Canada en ze stuurde mij een fax. En daar stond in dat ik binnen 2 weken het klooster moest verlaten, want mijn ziel was niet meer te redden. Ja, het klooster dat was in Limburg, geloof ik. Ja, klopt. Ja. En wat was nu haar grote belang bij die band met Sylvia Millekamp? Waarom was ze zo met haar bezig? Ik denk een groot gedeelte haar hang naar roem. Zij wil heel graag erkend worden als iemand, hè,
van betekenis. En ik denk dat zij in Sylvia een mogelijkheid heeft gezien om nog bekender te worden in Nederland. Als het goed was afgelopen? Ja, dan had zij het waarschijnlijk gemaakt. Ja, hoewel ze nu ook heel beroemd wordt natuurlijk als gevolg van deze rechtszaak. Ja, maar is dat een beroemdheid die je wenst? Ik weet het niet, u kent haar heel goed. Ja, ik denk het niet. Nee. Hoe gaat deze zaak aflopen, denkt u, de rechtszaak? Nou, ik ben geen rechter, maar ik kan me voorstellen dat de rechter wel een uitspraak kan doen. Misschien, ja, gevangenisstraf, denk ik dat dat te zwaar zal zijn. Maar misschien kan hij haar een verbod opleggen om in Nederland te werken. Bent u opgeroepen als getuige in deze zaak? Nee. Zou u dat doen als dat gevraagd werd? Dan voel ik me wel geroepen om dat te doen, ja. Oké. Okay. Bedankt voor uw verhaal. Graag gedaan.